Een beetje wat typisch was, alle vaders liepen daar met een blauw, met zijn pittelpak al, of met een machiste broek. Het was armoe tot en met. En op een dag, en je zag ook niks anders als armoe, en op een dag stonden er drie kerels in de Narcissestraat, schatten ze zo tussen de 20 en de 30, en ik was nog een hummeltje, en ik stond zo te kijken. Stonden drie kerels met een Schiller overhemd, zo, met zo'n witte kraag, ook zo open, en een grijze flanellen broek, en ze hadden witte gymnastiekschoenen aan. En één had een gitaar. Sam de Zeeuw heette die. En voor ik dacht, dat zijn mensen uit een andere wereld. In die Armoestraat stonden drie en ze zongen goed. Ze hadden mooie stemmen en die zongen twee stemmen met z'n drieën dus. En dat liedje is nooit vergeten, maar ik ken hem niet. En ik ben die woorden kwijt en dan ging zoiets van... regen erop. Die aan het venster kloppen, ze zeggen jou, hoeveel ik van je hou. Maar hoe gaat het nou verder? Zonnestralen. Zonnestralen, die uit je venster dalen, ze zeggen jou. Ja, ja, la 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 la. Hoeveel ik van je hou. En dan gaan we verder met la 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 dag had ik van een sigarenkissie en een stukje bezemsteel. Oh ja. En met elastiekjes erom zo. En liep ik op straat met een sigarenkissie. Gingen ze voor de winkel staan met zo'n ding? Nou, dat is een rommelpotterij. Oh, ja. Geef me een cent, dan gaat het voorbij. Ja. Dat hebben wij toch, als je goed nadenkt, iets, en steeds minder mensen delen dat. Ja, die beelden. Je zit hier net om te kijken of we gek zijn. Nou, als je dat doet. Nee, verleden week heb ik in een theatertje gewerkt op Katendrecht, dat Mulholland Theater. En dan zat ik dingen op te halen. En dan zaten er mensen in het publiek die wisten dat. Een enkeling. En dan zaten mensen van ja. Het ging flauw, maar ze gingen toch allemaal meedoen. Ja, ja, het was toch wel een en jullie zijn de laatste de Moanicade, denk ik. He? Zoiets, ja. Zoiets, ja. En weet je wat ze ook zongen, die drie? Die zongen dat liedje uit de Jantjes van... Notabene. Ik groet je door Amsterdam. Zag je zo ze buiten horen aan de raam. Hij staat al op de rug. Hij staat de boot. Geef me nog een poot. Notabene. Zes jaren. Weet je wie het op in de film zong? Eindje Davids? Nee. Johan Heesters. Ja. Die is nu 107. En hij heeft vorige week gezongen in Amersfoort in de Flint. En er waren mensen boos weggenomen. Want in de oorlog hebben ze hem gezien in een concentratie. Hij heeft niet gezongen. Hij was gewoon verplicht om die excursie mee te maken. Want wie nee zei tegen Hitler had het geschud. En nou zijn ze nog steeds zo boos op Johan Heester. Ze lopen de zaal uit. Dan denk ik, waarom ga je die zaal dan in? Als iemand, dan ga je toch niet? 107 jaar, ja. Hij is 70 jaar geleden is hij een keer in Dachau geweest. Iets van Eddie Christiani. Ah, ja. Eddie is nog 10 jaar ouder dan ik. En die zingt ook nog. Zonnig Maria, land van liefde en zon. Ik wou dat ik daarheen met jou reizen kon. Zonnig Maria, wat geluk op ons wacht. Wat geluk op ons wacht. Een
van mij zo'n sprookje bedenkt. Uit duizend meenam. Wanneer ik dan kon wezen. Als jongen zong wij wat anders. Wanneer ik daar met jou kon wezen. Weet je, ik ben er niet meer. Dan was ik rijk, schat van mij. Zo werd ik dus geen miljonair. Zonder Madeira. Land van liefde en zon. Ik wou dat ik daarheen. Met jou in deze loop. En hij zong ook van mij. Oude taaie, ik vind je oude. Oude taaie zong je ook. Ja, dat zong je ook. Als we dat zo hebben.